Hallo, hier Judith van Judith op het chat, judithinnekitchen.com. Welkom op mijn kanaal. Dat zeg ik eigenlijk nooit, ik dacht laat ik het eens zeggen. Ik ben Judith, leven op het chat. Ik probeer zo goedkoop mogelijk te leven om alles nog te kunnen betalen en ook nog te sparen. En dat gaat redelijk goed. Koken is een van mijn hobby's, dus dat doe ik veel. Dat gaan jullie ook in dit filmpje zien. Hoewel deze week en koken en ik niet een twee-eenheid waren, zeg ik dan maar even. En verder zien jullie nog wel wat dingen tussendoor, geloof ik. Maar dat weet ik ook niet zeker eigenlijk. Het is niet zo lang. Vorige week moest ik hem in twee delen. Deze keer is het gewoon eentje, want ik denk dat hij een half uurtje gaat duren, vermoed ik. Veel plezier met kijken. Hey. Het is maandag en ik begin, denk ik, eens kijken wat ik heb bedacht. Ik denk wel een vlog. Een kook-CQ, vandaag toekomstige vlog. Ik heb bij het broodhuis weer brood gescoord op maandag op de vlog, zeg maar. Is brood van vandaag en hij komt altijd om kwart over één kun je hem ophalen. Ik heb één volkoren brood, een wit brood, nog een volkoren brood, een halve kaas of kaascroissant, een puntje, een zonnebloempittenbroodje en een tijgerbroodje. En ik denk de croissant ga ik vandaag al eten of het wordt een puntje. Nou, een van die ga ik vandaag eten. Met de lunch, want het is lunchtijd natuurlijk nu voorbij. En dan hebben we nog een doos met gebak. Een tompoes die op zijn kop lag. Ik heb het er wel mee geschud in het doosje, zeg maar. Een appelflap en een gevulde koek. Dus nou, genoeg te snoepen weer vandaag. Dus en dat voor 3,99 denk ik dat ik wel weer netjes zeker wel in het bedrag ben gekomen. Nou, jullie gaan straks zien wat ik vandaag ga maken. Steeltjesstamppot. Ik zal de rookworst er even uithalen. Goed idee. En ter info, ik vond deze niet lekker. Veel te, ja, er zat een vies nasmaakje aan, zeg ik maar. Het aardbeientoetje die we in die toekomst te komen hadden, was wel erg lekker. Maar deze echt niet. En ik bedacht net, ik heb nog gerookte zalm. Dus dat ga ik op mijn broodje doen. Spudda. Zo vervelend, hè, de koeteko en dan nog grote zalm uit de bonus hebben. Nou, ik ga smullen. Echt wel. Gisteren hadden we raapstelen stamppot. Vandaag gaan we het heel makkelijk houden. Ik pak zo 200 gram macaroni uit het pakje. Even 9 minuten koken. 9 gedeeld door 3 is 3 minuten. Ja, zeg ik dat goed? Want 12 wordt 4 en 3 keer 4 is 12. Dus dan moet je delen door 3. Ja, 3 minuutjes. Deze doe ik 200 gram onderin. Ik doe er water bij. En daarbovenop doe ik de saus voor macaroni. 3 minuutjes, hoge druk en dan hoop ik dat alles klaar is. En dat hoop ik ook echt. En ik zet hem aan zodra hij thuis is. Kan hij niet tijd nog douchen? Ja, ik hoor wat weet ik toch weer. Buiten jullie beeld doe ik even de macaroni wegen. Ik denk zelfs dat ik iets meer doe. Dat vind ik wel fijn. Die doen we onderin. Ja, het kind kan er af toe, zeg ik.
Een snufje zout. We hebben Marijke even in de pot gedaan. John heeft Marijke in de pot gedaan. Water dat ze dit onderstaan. Dat is weer boven me gezien. Doe er nog een klein beetje water bij, zie ik. En op zich ga ik wel wat vocht gebruiken, dus komt wel goed. Stik het erin. En ik heb net besloten, ik zet hem gewoon al aan. En hij blijft op warm houden, blijft hij wel goed. 3 minuutjes zoals ik zei. Manual. Start. Klaar. Straks horen als hij klaar is. Kan even duren dus voordat hij op stoom is, want het is natuurlijk bevroren. Hier de macaroni. Zo te zien is hij wel mooi geworden eigenlijk. Ik schep alvast voor mij op, doe de deksel er weer op en laat hem nog even op warm houden totdat John thuis is. Ik heb een klein beetje geraspte kaas gemaakt, dat doe ik er overheen. Jo, wordt wel weer spullen denk ik. Tot morgen. Geen idee wat we dan eten. Ook iets makkelijks. Ik denk, oh ja, we hebben waarschijnlijk hutspot. Met de hasje. En naar de toekoete kool en de macaroni hebben we nu weer een klein shopvlogje. Want we hadden natuurlijk oorwortels bij de ratje. Bij het ratje. Die hadden we nog niet gebruikt, dus ik had bedacht. Stoomaardappeltjes. Ze gaan gewoon in de oven voor me. Hek, ze eten ze mix stoomaardappeltjes. Met daarbij kipdrumsticks gemarineerd. 35% korting. Ja, dan ging ik nog maar verder even in de winkel kijken of er nog wat in de bonus was of wat dan ook. En die is gewoon nog tot morgen houdbaar. En kaas, kom. Dat kunnen we best zaterdag eten. Ja, lekker. Ik heb wel. Zou ik hem zo houden, zie je ook een 35% korting staan. En deze dan daarbij? Ja, we hebben al een flesje wijn gekregen, dus die gaat erbij in. Dat gaan we, het is witte wijn en kaas. Het is Duitse wijn dus? Ja, vooruit. Het is trouwbinder. De salades waren in de aanbieding 2 voor 2,50. Dus ik heb een gerookte forel en een kokos curry kip. Ik ben niet zo van de kokos, maar ik hoop dat er geen kokosrasp in zit, zeg ik dan maar. Ik voel dat ik het aan moet geven. Voor morgen had ik bedacht witlof risotto met salm. En dat is wel lekker om iets romos. En toen dacht ik, als ik nou een schep, een eetlepel van dit in de witlof risotto doe, dan kan ik vrijdag slowcooken, stroken of balletjes met de rest van de crème fraîche. Dat heet win-win. En deze waren in de bonus kruimige aardappels. En we hadden nog zandbot in de bedacht. Ergens. Dus nou, dat heb ik geshopt. 14 euro en ik had 7 euro korting. Dus nou, is toch 1/3 wat eraf ging. Dus ik heb het goed gedaan. Op naar wat ik ga maken. Met wortels, aardappels en drumsticks. Ik zeg al, niet perfect beeld, maar we kunnen ermee doen. Zo, ik even een bak pakken.
We doen de kontjes eraf. Ik had ook wel eens paarsen die wat minder die paars zijn. En dan kun je ze wel schillen, maar dat is dan weer zo misgek. Maar deze zijn aardig... hebben een aardig dik paars ding. Dus ik ga eens even een poging toch tot... Voor nu een soort van zebra, zeg ik. Stel je weer een paar soortjes. De gele, witte, maakt me niet uit wat voor kleur je dit doet. Straf. Dat. Dat is het komende rapport. Probeer een beetje alles dezelfde grootte te snijden. Als ik dan doe een beetje olie erbij, een beetje zout. Dat doen we even. Dat doen we even.
staat er eigenlijk op dat je moet. Dit een minuut, dus dat gaat wel goed komen. Dan gaan we zo onze handen wassen. En dat we ook wel een drumstick hebben geknald. En we doen het met weinig stoom. Judith. Jullie gaan weer pauze. Ik was vrolijk tegen niemand aan het praten. Nou, eten zit in de oven. Over 35 minuten, oh nee, 40 minuten kunnen wij heerlijk eten. Ziet dit er lekker uit? Ja. Of ziet dit er lekker uit? Ja. Of ziet het er ontzettend lekker uit? Ook dat. Hij staat aan de andere kant van de keuken, maar het is goed. Wij gaan dus weer spullen. Ook dat. Wat we morgen eten, heb ik verteld. Oh ja, witlof risotto, dat was het. Gaan jullie ook nog zien. Wat eten we vandaag? Ik ga even kantelen, dan zien jullie de slowcooker. Maar dat had ik al verteld. Nou ja, ik had natuurlijk de witlof risotto verteld aan jullie. Maar we eten de gehaktballetjes er ook aan op. En ja, makkelijke versie. Gesneden paprika uit de vriezer. Ik had de zak voor de slowcooker er om een uur of negen alvast uitgehaald. Dus zak leeg gooien. Zak erbij zetten. Low. Zeven uurtjes, maar ik, dat is hopelijk zo wel echt thuis. Deksel op de pan. En gaan met die banaan. Ik ga zo even broodjes klaarmaken voor vandaag, voor nu tussen de middag, want het is lunchtijd. Ik zet deze ook met de lunch aan. En dan ga ik weer lekker aan het werk. En ik hoop er aan te denken om het eindresultaat te laten zien. Dat gaat deze week een beetje slecht, maar omstandigheden, zeggen we maar. Deze vrijdag een heerlijke lunch. Het is mijn vrijdag, altijd op vrijdag. Een broodje van de Bakkerbart pakket, van het Toekoedkoop pakket. Met oude kaas en eentje met gerookte forelsalade. Echt mijn lievelingssalade hoor, bij de Albert Heijn. Ik weet dat er meerdere zijn die hem als lievelingssalade hebben. Lekker spullen. Daar zijn we met weer een tasje. We hebben bij Daan Ruiter in... Of dan... een tasje, een Toekoedkoop tasje gehaald van €4,99. Wat zit er allemaal in? Een ons rookvlees. Een ons paardenborst. Een ons zigeunerspek. Een folder met aanbiedingen. Een bakje grillsalade las ik. Zeg ik dat goed? Grillsalade. En een stukje grillworst met kaas. Nou, dat morgen op brood. I know for sure. Nou, dus we hebben vleeswaren. En we hebben lekkers. We hebben een beetje. Ja, ik denk dat we wel moeten zeggen. We hebben vandaag wat te vieren. Ik kan niet uitleggen wat. Sorry, maar we hebben toch wat te vieren, vind ik. John die was de hele dag in Exlo, ver weg. Die had al, voordat hij vertrok, een patatje genomen. Dus, hè? Toen dacht ik, nou, laten we dan lekker toastjes en een stokbroodje met... En we hebben de kaasjes nog, die hebben jullie gezien in mijn shopvlogje. Dus die hebben we, die eten we erbij.
We hebben nog een grote grote forelsalade. We hebben dus de grillsalade. En ik heb even een wijntje gescoord bij de Albert Heijn. Die zit vlakbij de slager. La Tulip, een merlootje voor daarbij. Nou, kunnen we nog klagen? Nee, eigenlijk niet. Het is echt... Ik word moe van het niet kunnen klagen. Dus gaan we het maar op zetten, want dan weet ik het ook niet meer. Het was een hele rare week. Jullie hebben het ook wel gezien met koken. Want uiteindelijk heb ik tot nu toe, zonder dit erbij, 19 minuten gefilmd. Nou, al wordt een kort weekvlogje. Maar daar ben ik hier. En het wordt nu al wat langer, dus het gaat goed. Morgen denk ik dat we dan de witroof risotto eten met zalm. Morgen komt de Albert Heijn, dus daar heb ik ook wat boodschappen. Dus Johnny Shopvlog komt weer aan. En ik denk dat ik Johnny de Vriezentour laat doen. Of Johnny laat filmen, zodat hij wat dynamischer is. Want ja, de Vriezentour staat een heel klein kort. Dat is het enige vrij smalle gedeelte waar dan ook nog een kast staat. Dus dat is echt, je kunt niet naast elkaar voor de Vriezen staan. Dat zeker niet. Dus ik denk dat ik John aan de ene kant zet, mezelf aan de andere kant. En dat of hij de Vriezentour doet en ik film of vice versa. Maar jullie vinden ons samen erg leuk, dus ja, dan doen we het op die manier. Maar dat gaan jullie merken en die komt dan, die is of al geweest of hij komt nog. Vandaag heb ik sowieso het budgetfilmpje van Maart geëdit en klaargezet. Die komt, die is ook al online gekomen. Afgelopen zondag, deze komt op woensdag. En vrijdag komt Johnny Shopvlog. En ik denk dat misschien dinsdag dan de Vriezentour is geweest. Ter afsluiting van de maand. En dan weten jullie hoe we beginnen. Volgens mij had ik weinig dingen uit de vriezer mee besteld, zover ik weet. Dus komt er weinig in de vriezer bij. Misschien een Friese maaltijd die ik maak, maar dat is het. Nou, ik ga weer even verder. Jullie gaan zien, misschien dat ik nog even een klein sfeerbeeldje doe met wat er allemaal op tafel straks staat. Maar dat, ik heb gisteren wel, zeg ik van, nou, ik laat jullie nog het eindresultaat zien. Ik heb het met dag leer tellen gegeten. Het was heerlijk, maar het eindresultaat hebben jullie nooit gezien. De stiltjestandpot hebben jullie het eindresultaat ook niet van gezien. Macaroni? Wel. Nou, dat scheelt. Die heb ik wel laten zien. En wat hadden we nog meer gegeten? Geen idee. Het is echt heel slecht. Heel slecht. Wat hebben we die ene... Oh ja, de worteltjes met de aardappeltjes en de kip. Die heb ik wel een soort van gefilmd. Toch? Ja? Ja, dat hebben jullie misschien klaarmaken. Dus dat maakt denk ik niet 90, dat maakt minstens 15 minuten en dan de rest is allemaal heel kort. En ik stop maar met praten. Ik zit een beetje op een praatstoel, hè? Dat menen jullie. Dat merken jullie geheel. En John was vanmorgen om volgens mij 4:30 opgestaan, 5:00 weggereden. En hij, het is nu... Bijna 6:00 en ik denk dat hij 6:30 thuis is, want hij was net bij Smolla. Hij reed net de N50 op. Nou, dat is nog een uurtje rijden, dus 6:45? Ja. Dus ik ga even een stokbroodje uit de vriezer toveren van Bakker Bart. Ik denk een meergraande stokbroodje, vermoed ik. Even wat nat maken en de oven in. Hebben we een lekker stokbroodje er sowieso bij. Toosjes boven halen. En wij hebben heerlijk eten. Mis dan alleen wat warms, maar... Daar leef ik dan mee. Leef ik dan mee. Nou, en jullie gaan zo zien wat wij verder eten deze week nog. Vandaag eten we dan eindelijk de witlofrisotto. Ik ben alvast een uitje aan het aanfruiten. Rijst al afgewogen en water. En... De snijder heeft net de witlof die bij de risotto gaat gedaan. Die mag heel fijn, schat. Dus, jullie gaan hopelijk het eindresultaat nog zien. En het eten is klaar, dus wij gaan lekker spullen. Er zit crème fraîche door, fijn gesneden witlof nog en fijn gesneden grote zalm. Nog even een klein mini-shopvlogje tussendoor. Krusli, chocolade, bananen,
35% korting braadworst voor vanavond. Handblokjes, want die was ik deze drie dingen die had ik niet besteld bij de Albert Heijn, ik heb vergeten. Dus daarom hebben we ze nog gehad. Een fles huiswijn Australië en een fles huiswijn Frans. Ik heb geen idee meer wat ik kwijt was. Wel dat ik 2,10 euro had bespaard. Zoals jullie kunnen hebben zien, een beetje een chaos was het deze week. Zeker als jullie het eten zagen, het was allemaal throw and go, noem ik het maar. Want zelfs zoals ik de macaroni maakte, was ook knap. Het was gewoon een raar weekje, zullen we maar zeggen. Een raar weekendje. Maar we hebben het allemaal overleefd. Dus zijn we bijgeslapen en we kunnen er weer tegenaan. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden. Geef zeker een like als dat zo is. Geef een lelletje tegen het belletje. En we zien jullie weer in de volgende. Johnny's Softvlog.